vandaag zaterdag sta ik bij John van Gestel. We staan in het Julianapark bij het Prieeltje. John, wat gaat hier vandaag gebeuren? Ik zie allemaal popbandjes die bezig zijn. Nou, we zijn al met troepen. We gaan Julianapop doen. Ja. Er waren eerst 12 bands. Die hebben een aantal afgehaakt door omstandigheden. Die kregen die rond. Nu hebben ze op dit moment 6 bands. Die gaan we beoordelen wie de beste band van Schiedam wordt. Dat vinden we ook even leuk. En wij doen daar een hele leuke middag proberen van te maken met de mensen. Maar je zegt beoordelen, is het dan een soort wedstrijd? Ja, we maken een soort wedstrijd, wel niet echt een wedstrijd, maar degene die wint, die mag een demo maken. Oh, leuk. Nou, dat vinden wij gewoon leuk. En het nummer 2, wat mag die? Die mag op BloedTV, hè? Ja, ja. Ja. Deze bandjes, hè? Zijn dat Schiedamse bandjes of uit Vlaardingen of omgeving? Nee, die komen allemaal uit de omgeving hier zo. En hoofdzakelijk bij de Erken vandaan, daar hebben ze nu voor ruimte. En daar doen we dat. Wie heeft het bedacht, dit festivalletje? Dit is bedacht door de bewonersvereniging Schiedam West. En ze hebben aan mij gevraagd dat ik voorzitter van de jury wil wezen. We gaan kijken, het weer is best aardig en we zullen het zien. Dankjewel. Graag gedaan. Henri, het is jouw feestje, hè? Nou, het is een feestje van mijn straat en dat is de Beelderdijkgroep. Dus dat was even verkeerd verteld door John. We hebben wel de bewonersvereniging uitgenodigd om in de jury te gaan zitten. Oké, we gaan kijken. Hey, hartstikke fijn. It's so dark, please take me with you. I don't like the rain, safe land. Safe land, the war's going around me. I think if I stay here, I will die here. Safe land, can you hear me? Show me your mercy, take me with you. Safe land, where are you going? I need to jump for you and go to the place you are going. I hope you can find peace there, hope it stops raining. Do people make war in the place, or is it just like harmony? Take me with you. 5, 6, 7, 8. You're original, but we all came the best way. And if the thought is that you never should, if you eat your whole today. Wake up, little brother, don't be afraid. What a load you bring now, you better look for the future.
Heemskerk, hoe heet jouw band? Out of Control. Ja. Vertel even wat over de band. De band is de muziek in ieder geval die ik schrijf, wordt vaak vergeleken met Elton John. Dat is ook mijn grote favoriet, hè? Ja, waardoor ik ook piano ben gespeeld, liedjes wel geschreven. De band zelf, ik heb een aantal formaties al meegemaakt. Maar dat kwam, die gingen vaak uit elkaar door hoe ik deed. Ja, ik moest daar toch mee leren omgaan. Ik heb een lichte vorm van autisme. Sommige dingen zijn dus erg moeilijk. Maar dat, ik heb laatst een goed gesprek gehad met de nieuwe band. Die was ook even uit elkaar geweest. Ik is bij elkaar getrokken en we hebben opgetreden. Je hebt ook een zangeres gehad, heb ik gehoord. Ja, klopt. Die zou komen vandaag. Maar die heeft onze zoveel skills weer laten zitten. Dus daar ga ik nooit meer samenwerken. Kijk, die boodschap is er alvast uit. Ja, want dit is de zoveelste keer. Ik doe niet nog een keer. Jullie waren als eerste band. Is dat eng als eerste band beginnen? Het was best wel moeilijk, ja, omdat alles nog vastgesteld moest worden en gesoundcheckt. Ik heb hele goede mensen achter mij die gewoon, we zetten met z'n allen door. En dat hebben we uiteindelijk tot dit geleid. Kijken of je tot de winnaars behoort, we horen het straks. Is goed. Tot ziens. Tot ziens. Nou heb je als discjockey wel even het allermooiste nummer ter wereld eruit, hoor, nu. Ja, Temptations, hè, Papa was de Rolling Stone. Ja. Een van de betere nummers. Ja. Soul uit 77 jaar. Om en erbij. Iets eerder geloof ik nog zelfs. Nou, even heel kort wat jij doet met jouw discjockeybedrijf. Nou, het enige wat wij dus eigenlijk doen, wij proberen mede te werken aan een geslaagd feest. Dus wij zorgen voor het licht en het geluid voor, in dit geval een popfestival. We draaien op bruiloftfeesten, partijen, overal waar maar het gezellig te vieren is, proberen wij bij te zijn. Nou, we zien dat je er zin in hebt. Uiteraard, zeker weten. Collega uiteraard ook, die hebben het altijd aan zijn zin. Dat is de man die dus zorgt voor de techniek. De man die zorgt voor de techniek. Nou, hoe gaat die lekker? Hij gaat helemaal prima. Ja, je bent geen prater, hè? Ik ben geen prater, nee. Dan houden we het hierbij. Hey, succes, jongens. Succes, hè. Bedankt. Ja, hier staan een paar dames te swingen, meiden met gekleurd haar. Wat doen jullie hier met dat prachtige gekleurde haar? Nou, zoals je ziet zijn wij de drie presentatrices deze keer van de Beeldendijk Groep. We zijn een van de initiatiefnemers. Ja. Het is eigenlijk verzonnen door Harry Visser, onze oudste bewoner uit... Harry is de man, hè? Dat bedoel ik, het opperhoofd van onze groep. Even naar de andere kant. Het ophoofd van onze groep. De meeste ideeën komen eigenlijk daar wel vandaan die dan door ons uitgevoerd gaan worden. Nou, jij bent ook presentatrice, hè? Ja. Heb je al gepresenteerd? Nee. Wat ga je straks aankondigen? Nou, we zijn er een beetje aan het opleiden. Ze vinden het allemaal nog wel een beetje eng. Maar is het je dochter? Het is mijn dochter. Ik vraag het aan je dochter en mama geeft antwoord. Hoe zit dat nou? Dat is heel erg, ja, dat weet ik. Nou, wie ga je straks aankondigen? Geen idee. Nou, dit lijkt me een leuke band. Geen idee, is een mooie naam. Het is een mooie naam, toch? Ja. Nou, we regelen zo wel eventjes een bandje, hoor. Ja. Misschien nemen we er wel mee naar de wedgies, want dat zijn oude rotsen van vorig jaar. Everybody's happy and everyone's going out. Nobody's happy and everybody's singing loud. And all's happiness, there's nobody who has stress. Nobody's doing say. Everybody's feeling good, it feels sweet and so divine. I'm so glad it's summertime. I can't go out where I never wanted to. That's exactly what I'm going to do. Nobody who has stress, nobody's doing great. Everybody's feeling great, it feels sweet and so divine. I'm so glad it's summertime. I can't go out whenever I wanted to. That's exactly what I'm going to do. 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 Going to
you'll be fine. Yeah, you'll be fine. I promise you'll be fine. But it's alright, it's already begun. Zeg maar Sebastiaan, we hebben je band gezien. Hoe heet die jouw band? Wij heten The Wedgies. Ja. Vertel er wat over. Ja, we zijn een bandje van ongeveer 2 jaar oud. We hebben best wel veel rocknummers geschreven. We hebben sinds kort een nieuwe gitarist, maar die zag je helaas niet. Ja, ik vond het lekker gaan. Een paar mankementjes, maar voor de rest prachtig. En schrijf jij of jullie de nummers zelf? Ja, ik schrijf meestal de nummers. En met het teamgevoel komt er dan een heel melodie en maken we er een prachtig nummer van. Je hebt nou een heel klein zilveren microfoontje gehad. En dat kan nog straks uitgebreid worden met een wat grotere beker, heb ik begrepen. Ja, je kan nog de derde, tweede en eerste plaats winnen. En daar gaan we natuurlijk wel voor. Het was sowieso leuk om mee te doen. En de demo die we kunnen winnen, dat is allemaal prachtig. Dat zou wel leuk zijn. Zou wel zeker helpen om bekend te worden. Succes met je band, jongen. Ja, dankjewel. Bij Connor links, Remco. Wat voor band waren jullie net? Het rachte nogal flink hard. Ja, een beetje punk / metal band. Achter. Hoe heet de band? The Shortest Straw. Ja. Je bent een drummer die flink van aanpakken weet, geloof ik, hè? Ja, klopt. Dat hoor ik vaker. Is dit je eerste band waar je speelt? Of heb je al diverse bandjes gehad? Ja, we hebben al diverse bandjes gehad. Dus we hebben genoeg ervaring. Vertel heel kort wat over jullie band. Bestaansgeschiedenis? Nou, het bestaat nog niet zo lang, 3 maanden dacht ik. En ja, wij drie toevallig zaten ook nog in een andere band. Echt, er is iemand aangeschoven, wie ben jij? Ik ben Peter. Oh, wat speel je? Ik speel gitaar. Gitaar? Ja. En je speelt nog een jonge gitaar en hij zingt als de kleren, zeg. Ja.
Ja, dat moet bij deze muziek, hè. Ja. Ik hoor alleen maar Nirvana, Nirvana. Klopt dat? Ja, best wel. Nou, we hebben eigenlijk hadden we twee vaste nummers voor Nirvana. Maar ja, omdat iedereen nog een nummer wou, dan gingen we er maar nog eentje doen. Dus. Jongens, succes, hè.
Weet jij, de laatste band waar jij in zat, hoe heet die band? Fax. Ja. Schiedamse band, of zijn jullie van de Schravenlandjes of van de Spieringshoekjes? We zijn 3 Schravenlanders en 1 ex-gymnasieer. Oké. Okay. Ja. Vlaardingers of Schiedammers? Half om half. Speel je nou vaak met die band, ook op school? Op school niet echt, ik zeg. We hebben het wel eens gedaan, maar ja, dit is sowieso eigenlijk pas ons eerste lange optreden. We hebben wel een keer met Exposure in Vlaardingen meegedaan, maar het ging dus best goed. Nou, het was heel makkelijk, hè? Drumstijl staat er al, hè? Dat is hartstikke makkelijk voor jullie. Ja, echt fijn, want onze drummer die heeft er echt een hekel aan als hij zijn drumstijl mee moet nemen. Nou, afwachten of je gewonnen hebt, hè? Ja, ik hoop het wel. Er ging veel mis, maar volgens mij van het publiek dat is nog erg leuk. Dus, Succes! Dankjewel. Oké. De Benji's op de derde plaats. Tweede prijs. Uit het boek van Harold Robbins, wat ik vroeger gelezen heb. De Carpetbaggers. Tweede! Zo is het.